René, woensdag gaan we het over mannelijk verdedigen en duels aangaan. Dat is gisteren wel goed gelukt volgens mij. Ja, het was ook hard nodig. Maar uiteindelijk hebben we het ook laten zien dat we dat ook goed kunnen. En dat geeft alleen maar meer vertrouwen naar de komende wedstrijden. Vandaag dan de eerste training na die wedstrijd. Hoe zorg je ervoor dat die knop weer snel omgaat naar Twente uit? Nou, eerst natuurlijk de dingen bekijken en benoemen die we een van tevoren afgesproken hebben. Kijken of dat eruit gekomen is. Daarop terugkomen en kijken wat we daarin nog kunnen verbeteren. En dat hebben we eerst gedaan voor de training. En daarna is het zorgen om iedereen weer zo fit mogelijk te krijgen voor zondag. En daar krijgt iedereen een eigen programma in, wat daarin het beste is. En die jongens die niet gespeeld hebben, moeten natuurlijk wel wat extra trainen. Die jongens die gespeeld hebben, ja, die moeten hun herstel pakken. En daar heeft iedereen zijn eigen programma in. Ja, hoe is je team uit de strijd gekomen gisteren? Ja, op zich heeft het veel kracht en energie gekost. Logisch. Hè. Veel terug moesten, veel duels moesten spelen. Ook veel moesten verdedigen. Dus dat kost ook zowel fysiek als mentaal veel energie. Maar als dat dan ook een punt oplevert, ja, dan geeft dat ook wel weer heel veel vertrouwen. En dat betekent ook dat ook weer goede energie geeft. Waardoor denk ik, het herstel ook wel weer positief beïnvloed wordt. Zondag wacht dan Twente. Als je de beide tegenstanders vergelijkt, Ajax en Twente, wat zal dan het grootste verschil zijn zondag? Ja, de kwaliteit van spelers is natuurlijk bij Ajax groter dan bij Twente. En Ajax is ook een ploeg die, ja, die snel druk vooruit zet. Twente heeft die intentie ook. Die zullen op die manier ons ook tot fouten willen dwingen. En aan onze taak om de druk die ze willen geven, om daar weer goed onderuit te spelen. En zelf heel erg gefocust te zijn op die momenten. Want ja, ik verwacht wel dat wij daarin nog beter in staat moeten zijn om onder die druk uit te spelen dan we dat gisteren gedaan hebben. Ja, ze kunnen een beetje weer diezelfde mannelijkheid en intensiteit verwachten zondag. Ik ga er wel vanuit dat we wel wat meer de bal hebben. Dat zou wel prettig zijn, want zeker de tweede helft hebben we natuurlijk veel te weinig de bal gehad. En ik verwacht dat we tegen Twente dat we daarin in balbezit beter voor de dag komen. Zondag zal ook het stadion weer deels gevuld zijn, ook al zijn het niet onze supporters. Hoe vind je dat? Ja, dat zal een bijzonder moment zijn, denk ik. Want voor mij een jaar zonder. Nou ja, dat is wel volgens mij nog in het begin van het seizoen nog, volgens mij 1 of 2 wedstrijden, dacht ik. Ja. Dat is een hele tijd geleden, dus het zal ook, ik ben er wel benieuwd naar. Je bent natuurlijk gewend om daar niemand te hebben, dus nu heb je in één keer toch wel weer het nodige geluid in zo'n stadion. Maar aan de andere kant, de focus moet blijven op datgene wat je moet doen als team en individueel als speler. Daar moet de focus op liggen en dan mag je niet afgeleid worden door 4000 mensen die er zitten zondag.